Ja, in deze beschouwing gaan we even lachen met katholieken. Ik stuitte net op een filmpje. Heb ik het al weg? Ja, ik heb het al weggeklikt, helaas. Maar het waren twee katholieken. En die hadden het over de rozenkrans. En toen dacht ik van, goh, laat ik eens even de Bijbel erbij pakken. En een kopje thee. Ik pak even mijn thee. Pakken jullie dat ook maar? Kijk, ik heb hier de King James Bijbel in beeld. En wat je hier ziet staan, dat is Mattheüs, hoofdstuk 6 en dan vers 7. En Mattheüs is het eerste evangelie. Nou, en daar staat, but when you pray, use not vain repetitions as the heathen, for they think that they shall be heard for their much speaking. Nou, dit vertaal ik direct uit het Engels als, maar als je bidt, maak dan geen gebruik van ijdele herhalingen, zoals de heidenen. Want die denken dat zij gehoord worden doordat ze heel veel zeggen. Heb ik ook de Statenvertaling erbij staan. En daar staat in hetzelfde vers. En als gij bidt, gebruikt geen ijdel verhaal van woorden, gelijk de heidenen, want zij menen dat zij door hun veelheid van woorden zullen verhoord worden. Nou, hier zit dan in de Statenvertaling dat woord herhaling niet in. Het staat hier wel expliciet, hè? Repetitions. En hier staat het woord herhaling niet expliciet. Maar dat kan je er wel met, dit kan je, hier voel je dat woord repetitie in zitten, hè? Veelheid van woorden. Weg. Nou, dit zijn de woorden van onze Heer, Jezus. En wat bedoelt hij hiermee? Hè? Nou, kennelijk is het een gebruik onder heidenen om een gebed uit te spreken en dat alsmaar te herhalen. Dat ken je ook, denk ik wel, van de Hare Krishna-beweging. Die lopen dan over straat en die zingen dan achter elkaar door Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. En dat gaat maar door. Dat slaat nergens op. Je kan al zeggen dat het bidden op zich al op de grens is. Want wat zou jij God lastigvallen met jouw wensen? Heb je tegenwoordig iets belangrijks te willen? Wat nou weer? Wat? Is er wat gebeurd of zo? Waarom zou je God lastigvallen met een gebed? Anders dan dat je God belooft dat jij je voortaan wel goed zal gedragen. Neem nou eens dat jij, je bent een kind en je kind komt naar je toe en die zegt, pap, ik wil een nieuwe fiets. Dan zeg je tegen je kind, oh ja joh, is die oude niet goed genoeg? Dat is de eerste natuurlijk. Nou, zeg ik, ja, het kind, ja, moet je maar kijken, mijn benen zijn veel langer geworden en als ik op die fiets zit, mijn knieën komen bijna tegen mijn oren aan. Nou, en dan zeg jij als vader, van, nou ja, oké, ik snap het. Nou, ik zal erom denken, ja. En dan een seconde later komt je kind weer naar je toe en zegt, en pap, ik wil een nieuwe fiets. Dan zeg jij het ook tegen je kind, ja, dat heb je net al gezegd. Kijk, je kan alles zeggen van het christendom, maar je kan niet zeggen dat het ingewikkeld is. Het is toch heel simpel. Als jij wat te vragen hebt aan de heren, ik zou er goed over nadenken wat je dan überhaupt gaat vragen. Straks krijg je nog waar je om vroeg. En dat vraag je 1 keer natuurlijk. Denk je dat God doof is of zo? Maar wat zijn er voor ijdele gedachten? Nou, en daarom heeft Jezus dat gezegd. Dit hele ding gaat... Mattheüs 6 gaat over het bidden. Ik heb dit hoofdstuk met Jurk helemaal besproken. Maar om het even in het kort samen te vatten. Het eerste 4 versen gaat over aalmoezen. Dat zijn dus donaties. En daar zegt onze Heer dat het geven van aalmoezen, dat is niet verboden. En daar heb je het mee gehad. Dus als je iets geeft voor het goede doel, dan hoeft niemand dat te weten. Dat haakt in bij wat in het oosten, in de Oriëntaalse moraalfilosofie ook op geld doet. Waarin gezegd wordt dat in tijden van maatschappelijke duisternis er publieke beroemde figuren zullen zijn en die geven aalmoezen. Die zijn dan heel beroemd omdat ze zoveel geld weggeven. Dan kan jij gelijk denken, ik hoop dat je ook gelijk denkt aan Bill Gates. Met zijn Bill en Melinda Gates Foundation. Die geven allemaal gratis dingen weg. Die doen aan virusbestrijding. Dus dan denk jij, oh wat goed. Bill Gates die bestrijdt virussen op de Windows computers. Nee, dat heb je verkeerd begrepen. Die rotzooi van die Windows toestand, daar bemoeit Bill Gates zich niet meer mee. Nee, maar het echte virussen, die gaat hij bestrijden. Hij gaat kinderen vaccineren in Afrika. Tenminste, dat deed hij toen. En de gedachte erachter was om de bevolking van Afrika in aantal terug te brengen. To bring down population. Dan zou jij tegelijk denken van ja, maar als je gaat vaccineren, dan blijf je toch juist in leven. Dan ga je toch niet de bevolking mee terugbrengen. Nou, dan snap je de wiskunde van Bill Gates nog niet helemaal. Anyway, de eerste 4 gaan over aalmoezen. En als je een aalmoes geeft, dan doe dat dan zonder dat iemand dat weet. Jij geeft wat, dat is tussen jou en God en that's it. Dat is ook wel iets, ik geef niet veel aalmoezen, by the way. En ik weet nog een keer dat ik aangesproken werd midden in de nacht door een man. Dat was een Turk. En die vroeg me dus om geld. Ik vroeg aan die vent, ja hoe kan het nou man, dat je er zo aan toe bent? Ja, zei hij, ik heb ontzettend stom gedaan. En hij biechtte het dus op. Hij zei, het begon allemaal met een verkeersboete waarvan ik dacht, ze kunnen met mijn rug op. En die heb ik niet betaald. Nou, zei hij. En toen gingen er plotseling allemaal deuren voor mij dicht. En nou heb ik dus echt helemaal niks meer. Ik zou echt niet weten wat ik moet doen. Hij begon er dus mee van het is allemaal mijn eigen schuld. Nou, die heb ik een tientje gegeven. Ik zei tegen hem, ik wil je wel wat geven, maar onder 1 voorwaarde. Niemand mag weten dat ik het jou gegeven heb. Afgesproken? En die man die keek me aan en zei, ja, ik begrijp wat je bedoelt. Ik zei, mooi zo. Nou, toen heb ik even om me heen gekeken. Ze hebben kijken of niemand het ziet. Toen heb ik hem een tientje gegeven. Ja, dit verhaal is jaren geleden. Dus dit is niet om op te scheppen, snap je? Dus voor jullie ter voorbeeld. Maar dan gaat er vanaf vers 5 gaat het dan verder over bidden. Dus niet op de hoek van de straat gaan bidden, staat hier. Ja. Niet gaan bidden dat de mensen je zien. Ja. En als je bidt, dan ga je naar je binnenkamer. Je slaapkamer. En dat doe je achter gesloten deuren. Niemand hoeft te weten dat je bidt. Ja, en dan krijg je dus vers 7. En als je dan bidt, geen ijdel verhaal van woorden, gelijk de heidenen, want zij menen dat zij door een veelheid van woorden zullen verhoord worden. Nou, en wat vinden wij nou hier? Dit is een handleiding die staat op internet. En die heet How to Pray the Rosary. Hoe bidt men de rozenkrans? Nou, hier zie je dan, dit is het plaatje dan. Ieder kraaltje staat voor een gebed. En dan heb je kleine kraaltjes, dat zijn deze hier bijvoorbeeld. Dan heb je hier een wat groter kraaltje. En dan heb je hier weer 10 kleine kraaltjes. Dat zijn allemaal Hail Marys, by the way. Hail Mary, hallowed be thy name, blessed is Jesus, the fruit of thy womb. Wees gegroet, Maria. Gezegend zijt gij onder de vrouwen. Gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Lalalala. Maar je moet dus hier beginnen, bij die. Dan moet je... En hier is dan het einde. Ja? Maar heb je ook hier even dat uitstapje? Of je begint hier. Nee, wacht, je begint hier. Je begint bij het kruis. Ja, dat is dat pijltje, vertrekpijltje. Dus dan krijg je eerst dat kruis, dan moet je dan kussen. Daar moet Apostles' Creed moet erbij. Een creed, dat is dacht ik een gelofte, een eed. Dan moet hier het Onze Vader. Dan hier 3 Wees gegroet Maria's. Dan Glory be. Glory be to the Father, to the Son and to the Holy Spirit. As it was, is now and ever shall be. World without end. Amen. En dan begin je. Wees gegroet Maria. Gezegend zijt gij onder de vrouwen. Bid voor ons zondaars nu en tot in het uur van onze dood. En dan pak je de volgende. Wees gegroet Maria. Nou, volgens de katholieken is dit helemaal in overeenstemming met Mattheüs 6 vers 7. Hier is geen sprake van vain repetitions, zoals de heidenen dat doen. Echt niet. Hoe kom je erbij? Dit zijn herhalingen. En je moet dat heel vaak herhalen. Dat moet in één keer zo. En dat is niet zo dat je dat doet om gehoord te worden... Maar dat is omdat het moet. Ja, en dus ook wat in de Statenvertaling staat, dat vinden de katholieken ook helemaal. Van, dit is helemaal geen ijdel verhaal van woorden. Ja. En er is helemaal geen veelheid van woorden. Helemaal niet. Hoe kom je erbij? Het is gewoon de 80 keer Wees gegroet Maria opdreunen. Gek hè, katholicisme. Hoe je dus zegt als katholiek hè, dat je houdt van Jezus, dat je dus houdt van zijn woord. En als Jezus dan zegt, als je bidt, gebruik dan geen ijdele toestanden van woorden, geen ijdel verhaal van woorden. En dat je dan denkt, oh, oké, dat moet dus niet ijdel zijn. Nou, dan weet ik het al. Dan ga ik de rozenkrans bidden. En dan ga ik dat 1, 2, 3, 4, 50 keer plus... Ga ik 53 keer de rozenkrans, de Wees gegroet Maria ga ik doen. En dan doe ik 1, 2, 3, 4, 5, 6 keer het Onze Vader. Nou, dat lijkt me dat ik dan precies doe wat Jezus zegt. Ja, dus Jezus zegt, als je bidt, gebruik geen ijdel verhaal van woorden. Dat je dan denkt, ja, ik snap het. Nou, dan ga ik 53 keer Wees gegroet Maria opdreunen. En 1, 2, 3, 4, 5, 6 keer het Onze Vader. Want dan ben ik niet bezig met het ijdel gebruik van woorden. Dat is precies wat Jezus wil. Ja, begrijp jij het? Eerlijk waar? Is katholicisme soms een vorm van geestesziekte? Moet het in de DSM? Dat je tegen iemand zegt, iemand vraagt jou, wat wil je drinken? Dat je zegt, nou ja, alles is goed, maar geen tomatensap. En dan krijg je vervolgens tomatensap. Dan zeg je, hé, ik vroeg toch om geen tomatensap? Ja, zegt die ander, maar ik heb last van katholicisme. Oh, ben je katholiek? Nou, sinds mijn geboorte. Dus als mensen vragen om niet A, dan doe ik gelijk A geven. Ik moet er ook bij... Het is een lachen met katholieken. Je bescheurt je kapot, man. Maar de moeder van mijn kind, hè, die bemoeide zich overal mee. Want zij vond namelijk dat... Er zijn twee dingen in het leven voor mensen om te doen. Dat is namelijk dat je zelf wat gaat doen, maar dan ben je een slaafje van je omgeving. Je bemoeit je overal mee en dan ben je de baas. En aangezien haar soort, dus een apart soort mensen, dat heet vrouwen, die waren millennia lang onderdrukt, dus zij hoefde dus niks meer te doen en zij bemoeide zich overal mee. En ik moest dus op vrijdag koken met vis. Dat doet je toch een beetje denken aan katholieken? Ze kwam heel graag in kathedralen en zo, ook dat, ja... Ik denk dat zij een soort van verborgen crypto-katholiek was. En daar kwam ze dus mee. En op een dag zei ik tegen haar, daar had ik tot de ontdekking gekomen dat ik helemaal geen romans meer las. Dat ik zei van nou, ik lees nog wel boeken, maar ik lees helemaal geen romans meer. Ik vind er geen bied meer aan. En wat kreeg ik als cadeautje? Betaald uit de huishoudportemonnee, die ik voornamelijk bijvulde. Een roman. Ja. Ik denk toch, zij had last van katholicisme. Ik denk katholicisme is, dat moet in de DSM. Katholicisme, dat is een geestelijke stoornis, waarbij mensen juist gaan doen. Waarbij mensen denken dat ze gehoor geven aan een opdracht door het tegenovergestelde te gaan doen. Dus een vrouw zegt tegen haar man, nou, ik vind het goed dat je vandaag naar het voetballen gaat met je vrienden, maar wil je niet zoveel drinken, want je moet s'avonds nog mij naar zwangerschapsgymnastiek brengen. Wat die man zegt, ja, dat is goed, dat is afgesproken. Nou, en hij gaat dan 's middags naar het voetbalveld, hij komt om 7:30 s'avonds apelazerus thuis. En zij zegt, ja, om 8:00 begint de zwangerschapsgymnastiek, je moet toch wegbrengen? Ik ben katholiek. Dus ik heb precies gedaan wat je zei. Ja, zei ze, maar ik zei dat je niet moest ruipen. Ja, maar ik ben katholiek. En nou ga ik naar bed. Zou dat zijn? Of dat katholieken dat alleen maar hebben met de inhoud van de Bijbel. Dat kan natuurlijk ook. Ik blijf het rare snijbonen vinden, hoor. Serieus, ik snap niet wat je ermee moet. Ik zag gisteravond een katholiek. En die was aan het janken naar aanleiding van die synode van de Amazone. En ik weet niet of je dat gevolgd hebt, maar er is een synode geweest in Rome. En die heette de Amazonesynode. En daar hebben ze heidense beelden in de Sint-Petrus-Basiliek of zo. Zo'n heel beroemd gebouw neergezet. Daar zijn ze voor gaan knielen. Ja, dan zou je denken van, ja, maar... Dat staat toch in het tweede gebod van Mozes dat je dat niet moet doen? Ja, dat is precies, dat is het katholicisme. Hè? Dus Mozes zegt bij zijn tweede gebod dat je niet moet knielen voor een beeld. En als katholiek denk je, ik ga precies doen wat Mozes heeft gezegd. Waar is dat beeld? En ik ga nu knielen. En dan zeg je zo, ja, maar er staat toch dat je niet moet knielen? Ja, precies, zegt die katholiek, maar ik ben katholiek. Dus ik doe precies wat je zegt als ik precies doe wat je niet zegt. Snap je? Dus ik doe precies wat je zegt als ik het tegenovergestelde doe. Dat is precies doen wat iemand zegt. Denk maar aan die rozenkrans. Dat is er ook haaks op Mattheüs 6 vers 7. Ja, dat is heel zielig. Maar in ieder geval, die katholiek die was dat... de verslaggeving van de synode aan het lezen. En daarin staan allemaal beweringen over duurzame ontwikkeling en zo. En hij legde de link naar communisme. Hij zei, dit heeft niks meer te maken met katholicisme. Ja, wat het katholicisme ook maar is dan. Hè? Maar hij zei, dit is communisme. Dit is een staatsvorm. En dan denk ik, hallo. Dus ik vind het natuurlijk prima dat zo'n katholieke man... beter laat dan nooit, luidt het dan, hè? Dat hij erachter komt dat de katholieke kerk niet zozeer een geloofssysteem is, maar een politiek systeem. Daar is die man achtergekomen. Nou, geweldig. Dat is heel fijn. Voor hem. Maar wel laat. Maar je mag er niet over klagen natuurlijk. Hè? En wat mij dan, wat ik dan vreemd vind, is dat die katholiek... Die zit dan te janken op YouTube van... onze paus is een regelrechte communist. Maar wat hij dan vervolgens zegt... is dat hij een andere paus wil. Ja. En dan beginnen we weer van voren van. Je moet helemaal geen paus. Die heb je helemaal niet nodig. Door waar in de Bijbel staat... dat Christus heeft gezegd van Petrus, jij, als ik dood ben jongen, jij wordt mijn vertegenwoordiger. Jij neemt een stokje van mij over en iedereen die jij vervolgens aanwijst en die aangewezen wordt door je aangewezenen, dat is die pauselijke overdracht. Dat heeft Jezus helemaal niet gezegd. Hij heeft gezegd, op uw Petrus bouw ik mijn kerk. Of woorden van gelijke strekking. Nou, en als je daar dan een enorme hiërarchie van maakt... met ongelooflijk dure kleren en een bak geld dat die katholieke kerk heeft, jongen. Oh, het is de rijkste en machtigste organisatie ter wereld. En de oudste. En ze hebben een partijtje moorden op hun geweten. Zou ik net doen. Ja, en het zijn communisten. Ja. Zeker. De Eerste en Tweede Wereldoorlog hebben de katholieken georchestreerd. Van all together now. Adolf Hitler was hun pop. Hun trekpop. Hun handpop. Die deed precies wat de paus zei. Dan weet je ook gelijk waarom Adolf Hitler niet geëxcommuniceerd is. Adolf Hitler was katholiek. Hij is niet geëxcommuniceerd. Hij is niet uit de kerk gezet. Dus als je wil weten hoe bond je het kan maken voordat je de kerk uit wordt gezet... Nou, het aan de bedelstaf brengen en vermoorden van ik weet niet hoeveel mensen... dat is geen reden voor de paus om je abonnement van de kerk te beëindigen. Gek, hè? Nee, dat ik het even weet. Rare club, hoor, die katholieken. Ik vraag me af hoe dat verder moet met die lui. Ik vraag me af hoe het dan met jullie moet. Want heel veel mensen zien geen onderscheid tussen katholicisme en christendom. Zoals de moeder van mijn kind, hè? Die zelf ook, ja, die dus zelf ook katholiek is in die zin dat ze op vrijdag geen vis wil en dat ze graag naar kathedralen gaat en pracht en praal aanschouwt. En, oh ja, ze houdt van losse zeden. Houdt de katholieke kerk ook, hè? Daarom hebben ze dat carnaval ook verzonnen. Even lekker suipen met z'n allen en dan kijken wat er gebeurt, hè. We zijn wat gezinnen door ontwricht, hoor. Een hoop ellende heeft de katholieke kerk veroorzaakt, man. Oh, 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 oh. Nu vond ik ook zo apart. Er is een man en die Dr. Taylor Marshall heet hij. En die heeft een YouTube uitzending en die luidt: mijn mening over Maarten Luther. En het duurt meer dan een half uur. Nou, ik denk dat is interessant. Dan wil ik wel eens weten. Hoe denkt een katholiek nou over Maarten Luther? Hè? Nou, en wat hij dan zegt is over die aflaten. Hij zegt dan: ja, wel beschouwd zijn aflaten een heel erg mooi en diepzinnig principe. Maar daar later over meer. Dus dat zegt hij dan even. En dan belooft hij van: daar ga ik het dan straks over hebben. Ik denk, nou, dat wordt interessant. Komt helemaal niet meer aan bod. Helemaal niet meer. De kritiek van Maarten Luther op de aflaten wordt niet besproken. Nee, het enige waar hij het over heeft is dat Maarten Luther een aantal dingen heeft gezegd. En daar is hij het dan niet mee eens. Nou, er zijn meer mensen die het niet eens zijn met bepaalde dingen die Maarten Luther heeft gezegd. Bijvoorbeeld het artikel van Maarten Luther, wat in het Nederlands is verschenen onder de titel De Joden en hunner leugens. Nou, dat had Maarten Luther wat mij betreft niet hoeven schrijven. Nou, en zo heeft Maarten Luther nog wel andere dingen de wereld ingeslingerd. Ja, die van mij niet, dat hoeven we doen. Maar dat wil niet zeggen dat de kritiek die Maarten Luther had op de katholieke kerk aangaande de aflaten, dat die terecht is. En dan komt dus die katholieke gozerd met zijn mening over Maarten Luther. Dan komt hij niet verder dan te zeggen dat aflaten, dat is wel degelijk een heel erg mooi principe. En ik ga zo dadelijk vertellen waarom. En dat doet hij dan niet. En vervolgens gaat hij stilstaan bij iets wat Maarten Luther heeft gezegd. En daarvan zegt hij alleen, ook nog een keer, zegt hij alleen maar ja, en dat was zo smerig, nou dat wil ik niet herhalen voor de camera. Oh ja, en waar hij ook mee kwam, dat snijdt wel hout. Dat Maarten Luther heeft een stuk Bijbel in het Duits vertaald. Het heet de Lutheriaanse Bijbel. Ik dacht niet helemaal, maar... En daarin heeft hij een stukje van het Nieuwe Testament niet helemaal letterlijk vertaald, want hij heeft hier het woord alleen aan toegevoegd. En dat heeft te maken met dat er ergens staat in Romeinen een huppeltjepub, brief van Paulus aan de Romeinen. Daar staat dat de mens niet door werken zijn redding vindt. En Maarten Luther heeft daarvan gemaakt, niet alleen door werken. En het woordje alleen, dat staat in de oorspronkelijke Griekse tekst niet. Dus ja, daar heeft hij een woordje erbij verzonnen. Ja. Niet helemaal correct. Kijk, dus Maarten Luther heeft dan een aantal fouten gemaakt en misschien zat daar wel een stukje venijn achter. Dat zou kunnen. Maar dan nog zegt dat niks over de inhoud, de waarde, de waarheid van de kritiek van Maarten Luther op de aflaten van de Romeins-Katholieke Kerk. Ja. Ja, daar moet je even over nadenken. Het is heel makkelijk namelijk om dat wat iemand zegt in twijfel te brengen door de persoon in kwestie in een kwaad daglicht te stellen. Iemand zegt bla 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 en jij zegt dan ja, dat zegt hij wel, maar dat en dat heeft hij ook gezegd. En dan kom je met iets wat blatante onzin is, wat iemand heeft gezegd. En dan gaan mensen denken, oh, het is dus een onzinspreker. Ja, maar die logica klopt niet. Het feit dat iemand ooit onzin heeft gesproken, wil niet zeggen dat hij altijd onzin spreekt. En Maarten Luther heeft het niet makkelijk gehad. En Maarten Luther was niet gelijk Jezus Christus. Maarten Luther was maar gewoon een mens die gevreesd heeft voor zijn leven. En de katholieke kerk die stelde zich levensbedreigend op. Niet alleen naar Maarten Luther. De katholieke kerk heeft Tyndale ook op de brandstapel doen belanden. Hè? En Jan Hus, dacht ik ook. Nee, ik ben bang dat we nog een tijdje last zullen hebben van die katholieken. En hun gekte. En ik denk dat het er toch mee te maken heeft dat we hier moeten spreken van een geestelijke afwijking. Een afwijking in de geest van mensen. Dat ze niet goed kunnen nadenken. Dat vermogen zijn ze kwijtgeraakt op een of andere manier. Is bitter. Maar ik kan er niks anders van maken. Ja, over een tijdje denk ik er misschien weer anders over. Maar vooralsnog vind ik het... ja, ernstig. Ja. Maar hier staat trouwens het hele wees gegroet Maria in het Engels. Hail Mary, full of grace. Wees gegroet Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij onder de vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw buik, Jezus. Gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en tot in het uur van onze dood. Amen. Dat is ook zo raar, hè? Met het Onze Vader, hè? Dat staat hier, hè? Nou... dat begint dus met Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Nou, kijken we naar de King James. Dat klopt allemaal, hè? Our Father which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as in heaven. Give us day our daily bread. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Nou, er staat hier in de King James niet trespassing, maar debts, maar oké. Smaak, hè? En dan krijg je, and lead... us not into temptation, but deliver us from evil. Ja. En dan staat hier dan, deliver us from evil. En dan gelijk amen. Ja, bij de King James, er staat nog een stukje ertussen. For thine is the kingdom, and the power, and the glory forever. Amen. Een heel stukje is eruit. Een hele zin is eruit weggehaald. Raar, hè? En dit staat toch echt in de Textus Receptus, hè? In het Grieks, hè? Ik moet zeggen, dat moet ik geloven. Dat doe ik op basis van geloof, dat ik dit zeg. Maar als ik de Statenvertaling erbij pak, staat het er ook, hoor. Ja. Maar verlos ons van den boze. En dan komt dat zinnetje. Want uw is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Ja, dit hele stukje ontbreekt bij de katholieken. Gek, hè? Heel raar. Ja. Nou, jij mag het invullen waar dit toch mee te maken heeft. Waarom mensen hier zo massaal achteraan lopen. En er zei ook nog die katholiek die zo'n mening had over Maarten Luther. Hè, wat dus niet verder kwam als die vertaaldinges van het Nieuwe Testament, waar Maarten Luther dan het woordje alleen aan had toegevoegd. Daarvan zei die katholiek, ja, dat heeft hij met opzet gedaan, met kwade opzet gedaan. Maar dat weet je natuurlijk niet zeker, dat kan ook per ongeluk geweest zijn. En ja, die uitspraak die zo grof was dat hij hem niet kon herhalen, die katholiek. Ja, als je het niet wil zeggen, dan moet ik het ook niet zeggen, vind ik. Maar... En aan de andere kant, ja, Maarten Luther heeft een aantal dingen geuit. Die weet ik ook. Bijvoorbeeld over de Joden en hun leugens. Ja, dat stukje hoef ik niet te lezen. Echt niet. Maar Maarten Luther was een mens, hoor. Geen godheid. En dan zegt zo'n katholiek van ja, en die Maarten Luther die had een kritiek op de kerk, maar waarom heeft hij die kritiek niet geuit op een positieve manier? Nou. Ja, wat moet je daarop zeggen? Kijk wat er met Jan Hus is gebeurd. Nu, Jan Hus was, voor zover ik weet, een hele vriendelijke man. Die niets lievers wilde dan dat de mensen zelf een Bijbel zouden krijgen. Dat ze zelf de Bijbel zouden kunnen lezen. Dat was de wens van Jan Hus, dat was ook de wens van Luther. En dat wilde de kerk niet. Ja, hoe kan je nou... Ja, hoe kan je daaraan mee willen werken? Zonder dat je dan ertoe bijdraagt dat mensen geen toegang krijgen tot het woord van God. Ja, toch? Ja, ik ben je dan even kwijt, snap je? Ik vind het katholicisme, hoe meer ik erover nadenk, hoe gekker ik het vind. En het valt mij ook op dat er nogal wat overeenkomsten zijn tussen het katholicisme in uiterlijkheid, in vormgeving, en het Mohammedanisme. En dat zie je dan ook in die eenheid van kerk en staat bijvoorbeeld, hè? En daar word je toch niet blij van, of wel? En het Mohammedanisme, dat is ook zo gewelddadig. Katholicisme ook. Het is allebei ook zo massaal. Hè? Wat moet je ermee? Het enige wat ik ermee aan weet te vangen is dat ik jullie ervoor kan waarschuwen. En hè, dat ik jullie kan uitnodigen om de Bijbel nog een keer te beoordelen. En hem niet zomaar terzijde te schuiven, wat de mensen tegenwoordig doen. Ik vind het zo raar, hè? Je hebt het toch over het, ja, zo'n beetje het oudste boek. Echt het oudste boek. En als je de boeken gaat rangschikken naar volledigheid, een ouderdom, en dan staat de Bijbel toch helemaal bovenaan. Het is toch het boek van de mensheid. Een andere is er niet. Er is geen nummer 2. Helemaal niet. En ja, dat mensen er dan helemaal geen aandacht aan hebben, aan besteden. Vind ik zo raar, hè? De moeder van mijn kind die zei van ja, alles met de Bijbel, dat vind ik maar niks, want mensen kregen daar ruzie van. Ja, dan moet jij weten dat zij dus met iedereen ruzie maakte. Die heeft op 50 feestjes heeft ze ruzie gemaakt. Dat we eerder naar huis moesten. Een kind weer aan het huilen, een kind weer in paniek. En zij maar ruzie maken met iedereen. Snap je? En dan geen Bijbel lezen. Nee, want daar krijg je ruzie van. Tja. Bizar, man. Ik begrijp dat niet, hoor. Tenzij je gaat zeggen van nou, katholicisme moet als geestesafwijking in het DSM. Het is een ernstig probleem aan het worden. Dat we dat gaan zeggen. Dat het dat is. En dat zou op zich natuurlijk goed zijn, in die zin dat namelijk er maar één remedie is tegen het katholicisme. En dat is het christendom. En dan moet iedereen christelijk gaan worden. Dat lijkt mij erg fijn. Een wereld met allemaal rationele mensen. Ja, dat hoor je goed. Christendom is het rationele geloof. Knoop het in je oren, van achteren en van voren. Nou, ik vond het wel een hele goeie. Ik ga weer lekker verder met mijn kopje thee. En tegen jullie zeg ik op zijn hamburgers tjus en dag lieverds.